waren deze week in de aanbieding. Dat noem ik nog eens even een perfect timing. Joris' favoriet is deze met de vanillesmaak. Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Of welkom als je nieuw bent. Vandaag heb ik de keuken schoonmaak en boodschappen shoplog video voor je. Joris is op dit moment de boodschappen afhalen die wij altijd bestellen bij de Albert Heijn. Maar de keuken moet ook een beetje schoongemaakt worden. We zijn echt net terug van vakantie. De koelkast is zo goed als leeg, dus die is ook mooi nu leeg, zodat ik hem even schoon kan gaan maken. Ik kan het aanrechtblad ook even goed schoonmaken, dat daar zo meteen alles lekker op kan. Dus dat wil ik in deze video aan jullie laten zien. En ik hoop dat je hem zo meteen leuk vindt. Als dat zo is, vergeet hem dan zeker niet een duimpje omhoog te geven en je natuurlijk te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Laten we gaan beginnen. Watch the sun go down over the same old town like so many times before. We look at the same old stars, battle the same old wars like so many times before. And I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all that we had. Yeah, I know that we're not perfect, but I need this night. Even een perfect timing. Als ik was precies klaar met het schoonmaken van de koelkast en Joris kwam thuis met de boodschappen. Ik bedenk me net dat ik eigenlijk nog nooit aan jullie heb laten zien hoe het dan eigenlijk bij ons binnenkomt. Dus mocht je nog nooit boodschappen besteld hebben en dan zelf hebben afgehaald of besteld hebben en laten thuis bezorgen, want dan komt het op dezelfde manier binnen. Dat heb ik al een keer getest. Dan ga ik je dat nu ook eventjes laten zien. Het meeste komt binnen in kratten. En dan heb je ook nog een gedeelte wat dan altijd binnenkomt in een grote plastic zak. En iets net zoals wc-papier, dat past gewoon niet ergens in. Dus dat komt gewoon los en dat zit toch al in een handige pakking dat je alvast kunt pakken. En vaak in de plastic zak zitten de dingen die in de koelkast moeten. Zo zie je al melk en drinken en dat zijn echt dingen die dus in de koelkast moeten. Dat kan ook zijn dat het hierin zit, maar dat hoeft dus ook niet per se. Want je hebt bijvoorbeeld drinken, wij zetten het in de koelkast om het koud te houden, maar dat hoeft natuurlijk ook niet per se. En dingen die in de vriezer moeten, dat is deze, zitten we in een soort van aparte plastic tas. Dus die komt ook weer apart. Maar die gooien ze vaak wel gewoon bij de kratten erbij in. Of soms daarbij in. Maar op deze manier krijg je het dus of thuis bezorgd. Of kan je het dus afhalen. En als je het af gaat halen, dan zetten ze gewoon voor jou alles in de auto. Je doet je klep open in principe. En dan laden hun alles in. Daarnaast een kwestie van betalen met de pin of met je telefoon. En dan kun je doorrijden. Ik ga dit voor jullie nu heel eventjes snel uitruimen en weer netjes altijd wegzetten, zodat jullie precies kunnen zien wat wij besteld hebben. Het is deze keer voor mijn gevoel een stuk meer dan anders, maar dat komt natuurlijk omdat we echt net weg zijn geweest en de koelkast was, zoals je zag, helemaal leeg. En de voorraadkast was ook zo goed als leeg, dus we moeten weer even een beetje aanvullen.
het hopelijk allemaal weer zo duidelijk mogelijk voor je neergezet. En ik ga aan deze kant beginnen. Ik heb het weer een beetje per maaltijd geprobeerd weg te zetten. Bij de yoghurt in de ochtend eet ik de laatste tijd graag blauwe besjes. En die waren deze week in de aanbieding. Handig voor jullie om te weten wanneer je deze video ziet. De dag ervoor heb ik de video opgenomen. Dus alles wat ik zeg wat in de aanbieding is, is ook deze week nog steeds in de aanbieding. Dus bij de Albert Heijn. Blauwe bessen waren dus in de aanbieding. En zoals ik al zei, voor bij mijn yoghurt vind ik het heel erg lekker om die blauwe bessen te eten. En ik eet graag de magere yoghurt, gewoon van het Albert Heijn huismerk. Die eet ik dus samen met de blauwe bessen en wat granola. In het weekend vinden wij het wel eens lekker om van die American pancakes te maken. Dus vandaar dat ik ook halfvolle melk. En dan heb ik dan maar een half liter. Want wij drinken zelf geen melk. We hebben het alleen hiervoor nodig. Dus dan vind ik het zonde om een liter pak te nemen. American pancakes, als je het nog niet hebt geprobeerd, echt heel erg lekker. Gewoon lekker als ontbijt. En het is vaak, haal ik er zoveel uit. Volgens mij een stuk of 12 of zo. Misschien iets minder, denk ik. Haal ik eruit. En dan doe ik het in twee keer. Dus we eten het als ontbijt. En dan bewaar ik er een paar. En die doe ik voor de lunch weer terug opwarmen. Dus dat is zeker een tip. En wij zijn natuurlijk maar met z'n tweeën. Dus vandaar dat ik het op die manier doe. Dan als avondeten vinden wij het altijd een keer makkelijk om snel iets te kunnen eten. Stel dat we ergens naartoe moeten in de avond. Of dat we nog een afspraak hebben. Of gewoon geen zin hebben om te koken. Om gewoon een stoommaaltijd te hebben en de salade. Als je mijn boodschappen shoplogs eerder hebt gezien, dan weet je. Ik wil altijd de pasta groene pesto van de stoommaaltijd van de Albert Heijn. En Joris die eet de laatste tijd heel graag maaltijdsalades. En dan de gerookte kipappel vindt hij heel erg lekker. En daar zit dus kip in en pasta in en appeltjes in. En natuurlijk gewoon sla. Dus dat is dan ook zeker een maaltijd voor ons. En dan heb ik hier worteltjes. Wij eten de worteltjes het liefste rauw. We koken ze niet. Dus ik heb ze gewoon lekker in een verpakking. 300 gram worteltjes. Met mini grilltjes. En even zien. Dat zijn er 450 gram mini grilltjes. En twee zigeunerschnitzels. Dat is ook voor een maaltijd. En deze doen we zelf nog kruiden voordat we ze in de airfryer doen. Dus dit is een maaltijd die we kunnen eten van de week. En dan heb ik hier runder gehakt. Ik mis alleen... Oh, wacht. Ik wou zeggen, ik mis alleen iets. ik ga spaghetti maken deze week. En daar kunnen wij eigenlijk altijd met z'n tweeën, zeker twee, misschien wel drie dagen van eten. Maar mocht Koen een keertje mee eten, dan kunnen we er zeker ook nog van twee dagen van eten. Dus vandaag had ik spaghetti eventjes voor de zekerheid had besteld. Omdat ik niet wist toen ik het ging bestellen of ik die nog in de kast had zitten. En daarvoorbij heb ik altijd runder gehakt. En heb ik hier zo Italiaanse roerbakgroenten. Nu mocht ik van Joris geen pasta saus bestellen. Omdat we daar op de een of andere manier heb ik daar dus echt 100 van in de kast staan. Ik weet niet waarom. Die zijn vast een keer in de aanbieding geweest. Dat ik dacht, oh dan sla ik die gewoon alvast in. Maar de pasta saus die wij er eigenlijk altijd bij doen is deze. Gewoon van het Albert Heijn huismerk. Pasta saus met basilicum. En dan pak ik een grote pot volgens mij. Even zien. 600 gram is dit. Dus die doe ik daar ook helemaal bij. Dus vandaar dat wij er echt 2-3 dagen van kunnen eten. Dus als ik het dan nog over heb, dan stop ik het in de vriezer. Zodat we nog voor een andere keer het alleen maar op hoeven te warmen. Goed, maar dat was dus voor de spaghetti. Dan heb ik hierachter nog 4 gehaktballen liggen. En daaronder ook krieltjes. En als je denkt, daar zit geen groente bij. Ik heb ook altijd standaard wat groente in de diepvries zitten. Dus die haal ik er dan uit en die kook ik dan gewoon op dat moment. Zodat ze daar lekker bij kunnen. Dus dan hebben we ook weer een hele maaltijd. Dan heb ik hier nog als maaltijd eigenlijk meer voor in het weekend. Vond ik het al handig om op voorraad te hebben. Gewoon 2 blikjes soep. Joris eet graag tomatensoep en ik eet liever kippensoep of groentesoep of iets anders. Ik ben niet zo fan van tomatensoep. Dus vandaar dat ik 2 verschillende heb besteld. En dit is precies genoeg voor 1 persoon. Dus dat kan een keertje zijn voor tussen de middag of misschien voor het avondeten. En daarbij heb ik dus lekker stokbrood kruidenboter. Deze moet zo meteen in de vriezer, want dit is dus ingevroren. Ik vind deze echt heel erg lekker. Deze heeft precies een beetje al een bruinige kleur. Echt
Als je die andere gewoon uit de verpakking haalt, zeg maar, net als deze, kun je ook stokbrood met kruidenboter halen, die je niet in de vriezer hoeft te doen. Je proeft meteen het verschil. En als je het eenmaal hebt geproefd, dan wil je echt alleen nog maar deze, vind ik. Dus zeker een keer de moeite waard om die te gaan proberen. Maar je zag het dus ook al, keizerbroodjes, die heb ik gewoon altijd graag op voorraad voor in het weekend. Als we geen brood meer hebben, dat we die dan altijd kunnen pakken en afbakken. Dus vandaar dat ik die ook graag even op voorraad had liggen. En dan had ik ook nog toetjes. Want uit mijn hoofd waren deze dus ook in de aanbieding deze week. Deze twee. En dan hebben we de Daniel Bosbes. Dit is echt een van mijn favorieten. En Joris' favoriet is deze met de vanillesmaak gewoon. En dan hebben we ook nog die ene met cheesecake. Die is ook echt heel erg lekker. Dus als je die ook een keer kunt proberen, zeker doen. En dit is alweer even een tijdje geleden dat wij die gegeten hebben. En ik heb hem nog nooit in een boodschappershoplog laten zien. Wel een keer volgens mij tijdens Vlogmas in een vlog. Maar jongens, als je van cheesecake houdt en je kunt bij de Albert Heijn deze vinden, of je gaat boodschappen bestellen bij de Albert Heijn, bestel ze. Echt waar. Ze zijn zo ontzettend lekker. Het zijn gewoon instant cheesecakejes. Je hoeft alleen maar de bovenkant eraf te halen en je kunt smikkelen. Echt. Echt ontzettend lekker. Zeker een aanrader om die te doen. Ik eet graag gewoon op mijn boterhammen altijd smeerkaas. En dan heb ik eigenlijk altijd deze van Goudkuipje. Dus vandaar dat we die ook besteld hadden. Die heb ik niet meer op voorraad liggen. Joris eet altijd graag iets van hagelslag of pindakaas. Maar dat hadden we deze keer nog echt wel op voorraad. Dan gaan we door naar het volgende. Een beetje de snackafdeling. Als eerst heb ik nog even onze koffiebonen. We hebben altijd de Douwe Egbert Intense Bonen nummer 7. Die gebruiken we altijd in ons koffiezetapparaat. Die gaan dus zelf verse, gewoon normale bonen in. En het apparaat doet ze voor ons malen. Deze hebben wij verschillende geprobeerd. En dit is echt onze favoriet. Dus die hebben we nu weer in huis. Was ook deze week in de aanbieding. Dus mocht je nieuwe koffiebonen nodig hebben, Douwe Egberts is deze week dus in de aanbieding bij de Albert Heijn. Dan heb ik graag voor het werk altijd graag iets van koekjes. En ik neem ze altijd gewoon in de verpakking mee, zodat ik ze daar in mijn bureau la kan laten liggen. En dat ik daar altijd even een voorraad aan koekjes heb. En de laatste tijd ben ik gewoon heel erg fan van de Sultana Jofruit. En dan maakt het me niet zoveel uit of het nou de aardbei is of de framboos. Maar ik vind ze eigenlijk allebei gewoon echt ontzettend lekker. Dus die gaan mee richting het werk. Voor 's avonds om te snacken vind ik deze oversoutjes met sour cream en onion smaak heel erg lekker. Dus die heb ik voor mezelf. Joris lust er ook van hoor, daar niet van. Maar zijn absolute favoriet is altijd de croquis ribberok. Dus die kon natuurlijk ook niet achterblijven. En die heb ik voor hem ook besteld. Om thuis lekker te snacken of eventueel voor Joris ook mee te nemen naar het werk of voor mezelf, heb ik nog een pak met Luikse wafels besteld. Die suikerwafels, gewoon heel erg lekker op de een of andere manier. Doet mij altijd denken aan de middelbare school. Dat je van die hele grote suikerwafels kon halen uit die automaten. Ja, ik weet niet waarom, maar ik vind ze ook gewoon heel erg lekker om lekker te smikkelen. Dus die heb ik ook besteld. En dan het fruitgedeelte. Joris heeft kantoorfruit. Dus het enige wat we hier hebben is eigenlijk voor ons thuis en voor mij om mee te nemen naar het werk. Ik had veel zin in appeltjes. En dan heb ik altijd graag de zoete kleine appeltjes. Zodat ze makkelijk mee te nemen zijn. Ze zijn niet heel groot. Lekker handzaam. Gewoon fijn om lekker mee te nemen. En ik vind de smaak hiervan ook heel erg lekker. En net je mandarijnen. Vaak als we 's avonds op de bank zitten en we willen nog niet echt snacken van chips of zo, we willen even iets anders, dan pakken we vaak een paar mandarijntjes. Die pel ik dan af en die geef ik dan aan Joris om lekker op te eten. En dan pel ik voor mezelf af. Gewoon even een momentje lekker fruit eten in de avond. Dus vandaar ook de mandarijntjes. Dan komen we bij het drinkgedeelte aan. In de ochtend. Ik drink sinds de zwangerschap eigenlijk geen koffie meer, omdat ik er gewoon niet zoveel zin meer in heb. Dus ik wil wel iets anders drinken in de ochtend. Dus vandaar de Cool Best. En dan is dit de favoriet van Joris eigenlijk. En sinds dat ik hem geproefd heb, vind ik hem ook heel erg lekker. Maar Joris zijn favoriet is eigenlijk mede door de passievrucht. Hij vindt dat echt ontzettend lekker.
Dus deze passion fruit van Coolbest. En dan heb ik lekker een grote verpakking. Zodat we er ook lekker lang mee kunnen doen. Want ik drink er dus niet als enige uit de ochtend. Maar Joris drinkt er ook graag een glas van. Dan hebben we hier ons andere drinken staan. Ik drink heel graag Crystal Clear. En dan voornamelijk de raspberry blueberry flavor. Ik ga echt door fases. De ene keer hou ik heel erg van iced tea green. En dan de lemon smaak. En de andere keer dan ga ik heel erg voor Crystal Clear. En ik ga nu, merk je wel, in een fase van Crystal Clear. Joris die gaat altijd door een fase van dubbel fris. Ik weet niet waarom, maar hij houdt gewoon heel erg van dubbel fris. En dan heeft hij geen voorkeur tussen deze twee. Dit zijn zijn favorieten. En dan maakt het niet uit of ik deze bestel of die. Dat is dan voor hem om het even. Dus die bestel ik altijd gewoon evenveel van. Dan hebben we de framboos en cranberry met appel. En dan heb ik hier appel en zwarte bes. Ik hou helemaal niet. Ik hou wel van dubbel fris, alleen niet van de rode drank. Ik weet niet waarom. Maar ik vind die gewoon niet zo lekker te zuurig, denk ik, of zo. Dus dit is voor Joris en deze voor mij. Ze zijn altijd wel een beetje in de koelkast om lekker koud te hebben. Zodat iedereen ervan kan gaan drinken. Nou, waar we zeker niet van drinken, dat is van het azijn. Die gebruik ik natuurlijk altijd voor in de wasmachine. En ik merkte dat ik alweer aan de ene laatste fles bezig was. Dus ik dacht, voor de zekerheid bestel ik er gewoon alvast maar eventjes twee extra bij. Dan heb ik het maar op voorraad. En die dingen kosten echt 45 of 65 cent. Dus ik denk, ja, je kunt maar beter gewoon op voorraad hebben. Dan zijn we bijna aangekomen aan het laatste. Over het algemeen heb ik eigenlijk altijd de reinigingsdoekjes voor mijn make-up van de Lidl. Maar aangezien ze ook daar het plastic klepje vanaf hebben gehaald en de doekjes veranderd hebben. Bijvoorbeeld het structuur van het doekje, daar vond ik de laatste keer dus niet zo fijn. En dacht ik, oké, dan ga ik maar eens eventjes kijken of ik het ergens anders ook kan vinden. En ik reden dus speciaal naar de Lidl altijd voor die doekjes. Nou, dat vind ik dus nu een beetje onzin, omdat ze eigenlijk gewoon niet meer zo fijn zijn. En het klepje ook niet meer hebben. Dus vandaar dacht ik, ik ga ze gewoon mee bestellen bij de boodschappen. Dan kan ik van het Ethos-huismerk het bestellen. Volgens mij is dit Ethos-huismerk of van Albert Heijn-huismerk gewoon zelf. In ieder geval, ik wilde deze even gaan proberen. En dan heb ik ook nog eens twee verschillende. De Dry Skin heb ik genomen en de Ultra Sensitive. Dus ik ga deze gewoon uittesten om te kijken welke ik het fijnste vind. Waarschijnlijk ga ik het in een vlog echt al een keertje aan jullie laten weten. Of welke van de twee ik dus heel erg fijn vind of ik ze überhaupt fijn vind. Maar daar moet je dus even mijn vlogs ook voor volgen. Iedere zondag om 11 uur in de ochtend heb je altijd een vlog. En daar komt binnenkort vast een keertje voorbij. En als allerlaatste, niet heel boeiend, maar ja, iedereen heeft het wel nodig. Keukenpapier, want ik ben heel erg fan van het schoonmaken met keukenpapier hier in de keuken. Ik doe niks met vaatdoekjes, alles met keukenpapier. En natuurlijk ook toiletpapier. En daar heb ik gewoon liever een groot verpakking voor, dat we alles lekker op voorraad hebben. En zo ook van het keukenpapier, dit zijn er vier. Je kunt ze ook per twee bestellen, maar ik heb het gewoon liever op voorraad. En dan natuurlijk de grote verpakking dus van het toiletpapier. Extra zacht toiletpapier. En we hebben altijd de vier laag schoon van het Albert Heijn huismerk. Vind ik heel erg fijn. 16 rollen. Dus daar kunnen wij zeker heel lang weer mee vooruit. Dit was het voor deze video. Ik hoop dat je hem leuk vindt. En misschien heb je er wel inspiratie uit gehaald om ook dingetjes te gaan bestellen voor de boodschappen. Zoals bijvoorbeeld de cheesecake toetjes die ik je liet zien. Of misschien wel de American pancakes voor in het weekend in de ochtend. Wie weet. Mocht je er iets uit hebben kunnen halen, laat het dan vooral achter in de reacties hier beneden. Maar heb jij een tip voor mij voor hetgeen wat ik zeker ook een keer moet proberen bij de Albert Heijn? Laat het dan ook vooral achter in de reacties hier beneden. Want dan kan ik het natuurlijk een keertje bestellen en de volgende keer laten zien in een andere shoplog. Ik ga dit nu allemaal eventjes opruimen en vooral het brood dat dus in de diepvries moet, want anders dan is het straks ontdooid en moet het weer opnieuw invriezen en dat is zeker niet de bedoeling. Als je de video leuk vond, vergeet hem dan zeker niet een duimpje omhoog te geven en je natuurlijk te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan, want iedere woensdag om 5 uur heb je een nieuwe schoonmaakvideo en iedere zondagochtend om 11 uur heb je een nieuwe vlog. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!